dankbaar ben naar Remco toe, of het wel of niet zo is, dan is Merel ondankbaar. Ja, ik vind het heel heftig. Ja, dat is... Dat ja, is... ik weet wel, ik wist wel dat het een beetje altijd een beeldvorming... Ik noem het dan beeldvorming, jij noemt het contrasten. Dat begrijp ik wel. Maar ik begrijp niet zo goed dat het de hele tijd ook is. En het overtreffen van andere mensen. Maar het is toch logisch, je bent met de finale bezig. Hij wil utopiaan van het jaar worden. Dat is het enige doel. Dat is het enige wat hij hier echt wil bereiken, hè? En dat is waarom ik ben gisteren in de boot, ben ik nog steeds boos geworden. Ik zeg, je bent gewoon een kneus. En je moet daarmee ophouden. En wat zei hij toen? Ik zei zoiets van, ik zeg, maar dan geef je ook niet om me. Want ik zou dat andersom, zou ik dat soort dingen niet flikken. Ja, en dan is het allemaal weer heel heftig wat ik allemaal zeg. En dan moet je even een paar dagen over nadenken. En... Dus toen op een gegeven moment lach ik. Maar wil je dan zo Utopia winnen dan? Ja, ik denk dat iedereen zo zijn tactiek heeft. En dat is wat ik tegen jou vorige keer zei. Dan win ik het lekker niet. Ja. Ik ga niet in één keer mijn eigen mensen naar beneden halen om er zelf beter uit te komen. Nee, mensen zien wel hoe het zit, toch? Althans, zo voel ik dat. Ja, maar ik zou me daar helemaal niet goed voelen om op deze manier dan ja. de titel binnen te slepen. Nee, maar ja, dat zijn wij. Je hebt in de buitenwereld toch ook mensen die over lijken gaan om een hogere functie te krijgen? Ja. Oké. Okay. Maar ik vind dat ook hoor. Maar als ik dat zeg, is het natuurlijk allemaal bullshit. En het is allemaal heel heftig wat ik zeg. En nou, moet er allemaal maar over nadenken. En ik zeg, nou ja, als dit is hoe wij de laatste 2 maanden met elkaar omgaan. Ik zeg, dat wordt heel gezellig. Want hij doet dit altijd in dit soort situaties. Nou, heel vaak. Maar dat deed hij ook voordat we de titel niet deden. Altijd iemand anders naar beneden halen, wijs op zijn fout. En als hij dan zijn eigen fouten aan het licht kwamen, dan was het allemaal... dat mag je niet zeggen, dan gaat hij er fel overheen. Dan is hij boos. Ja, is hij boos. En dan denk ik van, waar ben je eigenlijk de hele tijd mee bezig? En ik had het ook met Gerrit over, maar zij zien het als een grapje. Nee. Een heftig grapje. Ja, dat is natuurlijk makkelijk om te zeggen. Ik wou jou nu helemaal naar beneden halen en daarna zeggen, nee, dat was een grapje. Ja. Als je hier alles maar met een glimlach zegt, je weet goed werk. Ja. Als je maar hard genoeg roept dat je alles met de beste bedoelingen doet. Ja, ik begrijp dat niet. Maar, weet je, en dan zegt hij weer van, oh, je bent zo drastisch, want het is dan gelijk weer helemaal geen contact met Remco. En hij zegt, ja, je communicatie is waardeloos. Ik zeg, nou, dat zal dan best wel. Ik zeg, maar uiteindelijk begrijpt iedereen wat ik bedoel. Ik zeg, en ben jij de enige die niet begrijpt wat ik eigenlijk bedoel, terwijl je hem al maanden kent? Ik zeg, aan wie ligt het dan? Dan ligt het toch aan jou? Maar dan kaatst hij hem weer terug en weet hij het zo te draaien. Hij weet gewoon alles naar zijn hand te draaien. Wat je ook zegt, dan ben je weer drastisch, dan ben je heftig. Dan zeg je dat, oh nee, maar kijk hoe jij mij wil neerzetten. Dus het enige met dat podium toch idem dito. Ja. Dat Andrea zelfs daarna